En de bedoeling is dus dat dit een heel dakterras wordt, helemaal eroverheen. Ja, tot waar het staat, maar hier wordt het. Hier komt een afscherming. Oké. Mevrouw? Oh ja, daar bent u. Ja. En u heeft het hier gekocht zoals het nu staat. U heeft niks veranderd, meneer. Absoluut niks veranderd. Niks bijgebouwd. Nee, want als ik nou iets was gaan bouwen, had ik wat aan de keuken laten doen. Ja. Maar ik heb toch geen geld voor een schuur. Och. Geen geld voor een advocaat, geen geld voor een schuur. Altijd te zielig. En maar zeuren, en maar klagen. Ja, ik weet het nu helemaal niet meer, hoor. U bent in de war? Ik weet alleen nog dakkapellen met de ramen die uitkomen op mijn dak. En dat mensen op mijn dak lopen. Dat is heel gewoon. En dat dak, is dat nooit gemaakt? Het dak van de schuur? Dat is een keer helemaal gedaan, ja. Ja, dat wil ik zeggen, maar dat is niet sinds 1989. Nee, ik bedoel maar. Zij heeft niets laten doen en nu zegt ze in één keer, ja, dat dak is ooit een keer gemaakt. Wie hou je voor de gek? Wie hou je voor de gek? Ja? Je lult jezelf nu. Verlult jezelf. Waarom bent u zo boos op de buurvrouw? Als ik probeer haar een oplossing aan te dragen. Ja. Ja? En elke keer belt ze de gemeente. Dakkapellen met vergunning gebouwd. Hallo? Ja, ik weet het. Met vergunning. Wanneer is het dan dat weten? Ja? Maar het is wel echt... U bepaalt dat niet, de gemeente bepaalt dat. Ja? Wat ik wil, ik kan dat doen. Oké? Okay? Ja. Want als ik de toestemming daarvoor krijg, ik doe het. Ja? Ik heb er nu genoeg van, na zoveel jaar. Ja, dat is me helemaal duidelijk. Er moet nu een oplossing komen. Ik heb er genoeg van. We gaan nu weer naar partycentrum De Horst. Daar... Gerda, als ik die mevrouw was, zou ik me net zo voelen. Ik vind het een heel heersel mannetje. Sorry, het spijt me dat ik het zeggen moet. Maakt het niet uit hoe iemand is. Het gaat toch allemaal niet maar om. Maar wel hoe je eigen gedrag, want die mevrouw voelt zich in het nauw. Ja, misschien gedraagt zij zich ook op een bepaalde manier waardoor hij zich weer vervelend voelt. Hij staat helemaal niet meer open voor de mening van de anderen. Nee. Welkom, we zijn hier in Deventer, partycentrum De Horst. En aan de orde is de zaak van mevrouw Brevet tegen meneer Isitan. En ik kijk nu naar meneer Dijkstra van het kadaster. Het schuurtje staat over de referentie. Ja, de schuur staat er 80 centimeter overheen. En die schuur is ongeveer 1,20? 1,20 breed bij 3 meter lang. Dus als die terug zou moeten tot erfgrens, dan houdt mevrouw eigenlijk een langwerpige kast over. Klopt. Dat is duidelijk, dank u wel. Nou mevrouw, u kwam er in 1989 wonen. Ja, toen stond dus wat er staat. Het stond er zo. Daar niets aan veranderd. Niemand heeft daar ooit een woord over gezegd. 2012 kreeg ik een aangetekende brief van meneer Isitan dat hij het af ging breken. Maar voor die tijd heeft hij nooit wat gezegd? Nee. Nee hoor, echt niet. Hoe lang ben ik mee bezig? Mijn scheiding is nou 6 jaar. Ja? En met haar? Dat conflict is nog erger als mijn ex. Ja, u lacht nu. Ja, maar ja, je kunt niet scheiden als je buren bent. Nou, dat was ze bijna van plan. Zij gaat het verkopen. Ik was van plan om het te kopen. Oh, u wilde het wel kopen van haar? Maar ja. Nee, hij wil het voor 40.000 euro of zo. Hij heeft het voor 57.000 guldens gekocht. Ja, hallo meneer, maar voor zeker. Voor dat geld koop je tegenwoordig nog geen caravan meer voor. Zij wilde vanaf. Ik heb meerdere huizen via executie gekocht. Ja. En voor een hapkrat. Ja. Dat gaat niemand wat aan, toch? Maar u zou natuurlijk ook kunnen denken, ik wil dat huis hebben. Maakt me niet uit wat. Ik wil ook uw pak hebben. Ja, maar dat krijgt u niet. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Ja, maar nu eventjes terug naar de schuur. Want we weten dus dat die schuur ver over de erfgrens is gebouwd. Maar wanneer is die schuur gebouwd? Dat is de grote vraag. Als die schuur zoals die er nu staat er al meer dan 20 jaar staat... Als, dan is het verjaard. Ik heb een verklaring van de vorige bewoner. Die heeft het in 1983 gekocht. En die zegt dat hij die schuur ook in die staat heeft gehad. Ja, dat is die verklaring van... Oké, nou komt die. Ja? Diegene verklaart dus... dat er een stenen aanbouwschuur op het erf stond tegen de wc aangebouwd. Ik heb het huis in 2005 gekocht. Daar was geen wc. In mijn huis. Daar stond een cv-ketel. En die wc heb ik gemaakt in 2011. Maar dit is helemaal niet waar, hoor. Hoe was dat? Als je de keuken inkomt bij meneer Isitan, was er links een toilet. Zijn ze ook vaak binnen geweest? En er was gewoon een wc. Ja. Dus dat is onzin. Tuurlijk is dat. Ik weet zeker dat u een huis met een berging gekocht heeft. Want dat is bij de notaris ook beschreven. Daar staat namelijk in het woonhuis met berging. Raar, hè? Nou ja, berging, schuur.
is wel iets anders. Het zijn allemaal andere woorden, is wel iets anders. Niet alles wat een schuur is een berging, en niet alles wat een berging is een schuur. Er schuilt een dichter in u. Ja, dat kun je wel zeggen. Dus daar komt het gewoon kort gezegd op neer. Geloof ik, mevrouw, als ze zegt, toen ik in 89 kwam, toen stond de huidige berging, die schuur, die stond er al. Of geloof ik u, dat u zegt dat mevrouw dat later heeft bijgebouwd? De makelaar. De makelaar. Maar die zit daar niet in. Dat is... Nee, de makelaar zit hier niet in. Nee. Maar zijn stem wel. Zijn stem. De kadastergegevens. En als die daarvan afwijken, en die wijken nu al... Mag ik even? Dat gaat me... Ja. Dat was zo. Alleen deze meneer zegt dat het de aanbouw een schuur op het erf stond, tegen de wc aangebouwd. Ja, mooi hè, prachtig hè. De wc was daar toen niet. Ja. Dus meneer. Kijk, kijk, die datum. Ja? Ja. Die meneer wil ik wel eens eventjes onder vier ogen spreken. Ja. Dat qua grond u gelijk heeft, nou ja, dat is, ik denk dat dat te zien is. Ja. Het gaat alleen om dat, dat stel. Ja. Maar wat de makelaar doet, wat ik hoor, is niets anders dan met u bespreken hoe de situatie is. Ik verwacht eigenlijk dat de makelaar dan zou zeggen dat scheurtje stond er niet. Maar dat zegt hij toch niet? Wat zegt de makelaar dan? Dat weet ik niet. Ik hoor met name u namelijk en af en toe de makelaar even tussendoor. Nou, er is nog een heel lang gesprek van bijna een uur. Ja. En daarin geeft hij aan. Ja, ja. Ja. Hij weet het niet meer, nee, de goede man. Het is 1989. Die verkoopt, weet ik ja, maar hij weet wel wat hij komt. Wat is opgeschreven, ja. Ja. Er is ook een simpelere oplossing. En welke dan? U mag de schuur gebruiken, zolang u leeft, voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Dan moest u over nadenken. Krijg antwoord 1 week later. Nee. Nou ja, als de grond van hem is... Ja. En als u dat schuurtje zou moeten afbreken, is het een geweldig aanbod. 1 euro? Ja. 1 euro? Maar dat, symbolisch. Maar u heeft gezien, hij zet dat hek, zet hij dan op de grens. Ik heb gezegd dus dan nee. Dan zit ik helemaal zit ik met mensen in mijn tuin. Ja, dat dakterras. Ja, dat zet hij dan op de rand van de schuur. Maar dat mag niet, hè, dat dakterras. Ja, ik wil nergens mee bemoeien, doe ik toch even. Dat mag niet. Nee, want u moet volgens de wet moet u 2 meter afstand houden tot de erfgrens. Ja, dat kan. Tot de kadastrale grens. 2 meter, hè? Kan. Ja, nee, maar zoals het nu is, dan zit het op de erfgrens. Ik kan het terug doen. Oké. Okay. Ja. Ik zeg het nog een keer. Symbolisch bedrag. Zolang ze leeft, mag ze het gebruiken. Toen meneer daar kwam... Zolang ze het huis niet verkoopt. Ik heb begrepen, ja. Toen meneer dat huis kocht, hè? Toen heeft hij hem voor het eerst ontmoet. Toen zag ik meneer en toen dacht ik, daar wil ik niets mee te maken hebben. Dat Heer. Valt bovenop me. Kan ik niks aan doen. Maar waarom? En zo is dat. Ja, waarom? Waarom denk je zoiets? Je moet iedereen toch een kans geven? Ja, zo zit ik in elkaar. Ik scheld hem wel eens uit, dat wel. Maar ik ben heel machteloos verder. Kan Kijk, ik ook niks. Eén ding, hè. Ik ben geen stinkturk. Ik wil dat woord dat nooit, heb ik nooit, nooit, tegen je gezegd, nooit jongen. Meer horen. Nooit weer. Nooit tegen jou gezegd. Nooit wil ik dat woord horen. Eén Dat is jouw keer. Pijn. Ik heb dat nooit gezegd. Nee, natuurlijk. Ik heb het van iemand anders gehoord. En ik heb een hekel, bloedhekel aan mensen die liegen. Ja, lieve mensen. Het gaat om een schuurtje. Daar gaat het om. Ik was echt van plan om die schuur af te breken. Maar ik kreeg het niet over mijn hart. Heb ik haar een brief geschreven, aangetekend. Toen werd de politie, wijkagent, gebeld. Dat ik haar heb bedreigd. Simpel aangetekende brief, hè. Vervolgens heeft ze een advocaat in Maar u heeft haar niet bedreigd? Het is een oude vrouw. Waarom zou ik haar bedreigen? Je wordt bedreigd als ze met een mes achter je aan zitten. Verder bestaat bedreiging niet. Ik heb 8 jaar mijn agressie weten te bedaren. Goed. Zelfs nu. Ja, zelfs nu. Ik heb genoeg gehoord, dan sluit ik nu de hoorzitting. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in de studio. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja, hoe lang die schuur er nou precies staat, kunnen beide partijen niet exact aantonen. Even een kort rondje. Wat vinden jullie? Moet de schuur afgebroken worden? Absoluut of mag niet. Die blijven staan? Absoluut niet. Absoluut blijven niet. Staan. Absoluut niet. Blijven staan. Ik vind het toch wel heel raar. We kunnen van fossielen tot op een jaartal nauwkeurig zeggen uit welke eeuw ze komen. Maar van een schuurtje kunnen we dat niet. Maar hij moet weg. Hij moet weg? Ja. Oké. Nee, hij blijft staan. Blijven staan.
Schuurtje laten staan en een boksbal ophangen. En een boksbal ophangen? Oké. Er is al genoeg afgebroken. Ik denk dat het schuurtje moet blijven staan. Blijf staan. En meneer is wellicht gewoon dat iedereen onder de indruk is van zijn stoere taal. En mevrouw, ondanks het feit dat ze beweert dat ze bang is, wil ik haar toch ondersteunen. Het schuurtje mag blijven staan. Okay. Ze moet volhouden. Ja, John? Het schuurtje blijft staan en ze moet zich niet laten intimideren door deze gespierde taal. Nee, voor de lieve vrede, als mevrouw beweert zo bang te zijn, zal ik juist het schuurtje afbreken. Tot slot, Dion. Het is een principe kwestie, vind ik. Ik vind dat het schuurtje afgebroken moet worden. En dan moet ze een schuurtje ergens anders maar bouwen in de tuin. Nou, 7 mensen zeggen het schuurtje moet blijven staan. Zelfs 1 iemand zegt, nou, voor de lieve vrede het schuurtje maar weghalen. Timmeren uw buren ook veel te hard aan de weg? Of heeft u een heel ander probleem waarvan u vindt, daar moet meester Visser naar komen kijken? Meld u zich dan nu aan. U kunt bellen naar 0900 1301. Maar u kunt natuurlijk ook altijd mailen. Ga daarvoor naar onze website. Ja, en de mensen die op het tweede scherm hebben meegespeeld, die hebben hun oordeel geveld. En u ziet de uitslag nu hieronder verschijnen. En dan is nu tijd voor de uitspraak. Heel erg spannend. Hier is die, meester Visser. Uitspraak in de zaak Brevet tegen Isitan. Vast staat dat de berging ruim over de kadastrale grens is gebouwd. Het komt er in deze zaak op aan of de huidige berging daar al meer dan 20 jaar staat. Zo ja, dan is de grensoverschrijding gelegaliseerd door verjaring en mag de berging dus blijven staan. Zo nee, dan is er niks verjaard en moet de berging in principe grotendeels worden afgebroken. Op grond van wat ik zelf heb gezien en gehoord, ben ik tot de overtuiging gekomen dat er geen enkele aanleiding bestaat om te veronderstellen dat de berging na 1989 nog is vergroot. Brevet kocht hem zoals die nu is, alleen het dak heeft ze vernieuwd. Ik heb nog bijzonder gekeken naar het metselwerk en daarin is geen enkel spoor van vergroting of verandering zichtbaar. En dat betekent dat de grensoverschrijding inderdaad is gelegaliseerd. Brevet is eigenaar van de hele berging met inbegrip van de ondergrond door verjaring. De kadastrale grens moet dus worden aangepast. Er loopt nog een conflict over het dakterras. Tijdens de hoorzitting heeft Isitan toegezegd dat dakterras minimaal 2 meter van de gecorrigeerde erfgrens te houden. Aan die toezegging wordt hij bij deze herinnerd. Kortom, de berging mag blijven staan. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Nou, hoe gaat het met u? Zoals ik al gezegd heb, er is nog een troef achter de hand, hè? Wat bedoelt u daarmee? Nee, dat is niet belangrijk nu. Nee? Nee. Maar u kijkt me echt een beetje, nou ja, tikje. Nu kan ik dus een echte advocaat inschakelen en een echte rechter een uitspraak laten doen, maar ik u niet. U doet wel een uitspraak, hè? Ik niet. Maar goed, u bent nu echt een beetje met modder aan het gooien. Dat. En dat terras moet ook afgebroken worden? Er moet niets afgebroken worden. Ja, u heeft in de hoorzitting gezegd. Ik heb geen toespraak. 2 meter naar achteren, meneer Isitan. Kan, heb ik gezegd. Maar houdt het hier dan op? Nee. Een diepe zucht. Wat zegt u? Ik zeg, het is toch verschrikkelijk. Ja. Wat wil je dan nog van me? Mijn grond terug. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Ik wens u een hele goede tijd en tot in het nieuwe seizoen. Bedankt voor het kijken. Dag. Ik wens u heel veel sterkte. Ja? Sorry. Nee hoor. Sorry van de grond. Dat gespeel is nu een keer afgelopen. Ik speel. Ja. Afgelopen. We gaan daar goed. Ja?